Hallo Ali, hier live bij Punch Out Battles. Bij ja, misschien wel de slechtste battle van 2017, als ik heel eerlijk mag zijn. Jackson D, hoe vond jij het? Ja, dan beter natuurlijk, weet je. Alou Ali is sowieso geen fan van mij, je weet toch? Klopt. Weet toch? En sowieso. Ja, ik weet niet, man. Ik weet niet wat ik er nu over moet zeggen. Als jij het niet goed vond, dan vond je het niet goed. Ik vond dat ik wel een paar dikke bars had, man. Ja, oké. Okay. Maar weet je het vorige keer? Vond je het nu slechter gaan dan vorige keer? Ja, het ging beter dan vorige keer, maar beter dan slecht kan nog steeds slecht zijn. Nee, ja, ik heb niks zeggen, ja, persoonlijk. Ik vind je het toch gozer, man. Ik krijg een meer crowdreactie. Ja. Alright, wat vond jij? Gewoon te slecht, man. Ik zeg je eerlijk, ik heb in mijn auditie meer crowdreactie gehad dan in deze hele fucking battle. En dat heeft ook te maken met die choke in mijn eerste ronde. Dat is gewoon tam te dom. Maar, hoe komt dat? Ik weet niet, man. Ik weet het echt niet. Ik heb me goed voorbereid, dus ik moet de zenuwen zijn. Er komt een nieuw seizoen aan. Heb jij het gevoel dat je daarin hoort? Kijk, weet je wat? Ik wil graag gewoon nog een battle doen tegen Kama. Dat heb ik ook tegen Kama laatst gezegd gewoon. Want dat is waarom ik met Punch Out mee ben gaan doen. Omdat ik meer fantasiebars schrijf. Je hoort het ook, ding over Rick en Morty. En ik denk dat ik daar meer inspiratie wil hebben dan over iemand waar ik helemaal niks over kan vinden ofzo. Want ik vind dat op zich best wel lastig, weet je. Want ik kan wel dingen zeggen over homo, dit, dat. Ik vind het zelf niet eens dat ik denk van. Sommige bars waren wel clever. Dit is mijn interview nu. Ga weg, Alu. Nee! Maar je hebt dus het gevoel als jij tegen Kama zou gaan, dat je meer inspiratie hebt? Ik denk dat als ik tegen Kama ga of zo, of iemand tegen wie ik echt interesse heb, dat die bars beter uitkomen. Want nu zit ik shit te plaatsen op iets wat ik niet weet precies gewoon, weet je. Ik gun het deze jongen ook, hij is net nieuw in de league, wat moet ik over hem zeggen? Ja. Zit jij hier volgend seizoen nog mee? Ja, sowieso. Ja, dit is niet wat mijn maatstaf is, zeg maar. Ik had echt niet verwacht dat ik hem zo op zou fokken, man. Ik had ook meer crowd reaction verwacht. Dus laat alleen maar zien dat ik gewoon meer aan mijn bars moet werken. Alright, dus zoals ik nu hoor, jij je revanche tegen Kama? Ik zou dat graag willen, als ik dat nog zou willen, weet je. En anders dan ga ik kijken wat ik kan doen thuis om aan te werken, snap je? Alright. Cool, doe dat sowieso. Jij ook. Dat is sowieso niet de slechtste battle van het jaar. Kom, doe normaal, vriend. Ik heb echt veel slechtere battles gedaan. Doe normaal, Ze komen nu niet in mijn hoofd. Alright, hey, Alou Ali, live bij Punch Out. Straks 7 uur de battle. Judge zelf maar of je het goede battle vond of niet. Tot de volgende keer, man.